Welkom bij een nieuwe aflevering van de Rexel Tech Update. Levans heeft de levenscyclus van haar armaturen volledig opnieuw uitgedacht en introduceert Everloop. Armaturen met vervangbare componenten. Ik ben Marcel en in deze video vertel ik hier alles over. Everloop biedt de oplossing voor de transitie van een lineaire naar een circulaire levenscyclus voor armaturen. Dit draagt bij aan het verminderen van afvalstromen. Deze innovatieve producten zijn zo ontworpen dat de lichtbronnen en drijvers eenvoudig kunnen worden vervangen. Dit betekent dat de armaturen zelfs bijna onbeperkt in gebruik kunnen blijven. Everloop is een handige keuze voor installateurs, lichtontwerpers en facility managers voor hun verlichtingsprojecten. Het systeem kan namelijk worden toegepast als individueel armatuur, maar ook als lichtlijn. In mei 2024 heeft Levans de German Innovation Award gekregen voor het baanbrekende Everloop-concept. Linea Indivilet viel op tussen talrijke inzendingen door zijn geavanceerde technologie, wat nieuwe normen stelt in de verlichtingsindustrie. Met zijn hoge lichtopbrengst, uitstekende kleurweergave, perfecte balans tussen direct en indirect licht, is lineair Indivilet Everloop ideaal voor omgevingen waar lichtkwaliteit cruciaal is. Denk hierbij aan kantoren, receptiebalies en klaslokalen. Indivilet armaturen zijn als pendel of als opbouwarmatuur verkrijgbaar. En ze zijn zowel individueel of als lichtlijn te monteren. De LED-module is gemakkelijk te verwisselen en de LED-drijver komt met een quick-release mechanisme. De connector is gemakkelijk aan te sluiten. Everloop is verkrijgbaar in 120 en 150 centimeter. Met direct licht en direct indirect licht. In het zwart of in het wit. Indivilet biedt UGR-19 en CRI-90. En een lange levensduur tot 100.000 uur. Er zijn verschillende versies. Aan-uit, DALI 2 en versies met nose unit. Er is een ruime keuze aan accessoires. Zoals pendelkits, hoekstukken en blindstukken. Wil je meer weten? Neem dan gerust contact op met een van onze vestigingen. Of kijk op rexel.nl. Bedankt voor het kijken en vergeet je niet te abonneren op ons kanaal voor meer updates. Tot de volgende keer!